Christophe, hoe blij ben jij dat je er volgende week nog bij bent? Ik ben vooral heel blij dat deze week erop zit. Het was denk ik een van de zwaarste weken uit mijn carrière. En ik ben heel blij dat ik, als ik dinsdagmorgen het land van Leipzig, dat ik echt met een fris hoofd aan een nieuwe week, aan een nieuwe dans kan beginnen. Ik ben super benieuwd wat hij gaat worden. Maar ik kan gewoon nu alles achter mij laten, al die bagage van zo'n zware week achter mij laten en gewoon volle moed er tegenaan gaan. Is jouw agenda vanaf dinsdag leeg? Mijn agenda is veel minder zwaar en ik kan het ook dragen. Volgende week ben ik totaal ook niet bang voor. Kan ik mij ook volledig toeleggen en krijgt Laura mij voor 100%. Laura, heb jij afgelopen week een andere Christophe gezien op de boot? Ja, absoluut. En ik denk dat hij zichzelf ook een beetje is tegengekomen. Want ik wist, hij is veel gewoon, anders had hij niet zo succesvol geweest. Dus ik wist dat ook. Maar ik denk dat het wel een verrassing was, ja. Het was een hele zware week. Niet voor hem, maar ook voor mij. Ja. Hoe blik je nu terug op die week? Wel, ik wist dat ik heel veel kon. En ze zeggen altijd van, ja, maar ga maar niet in het rood. Maar deze keer heb ik echt gevoeld dat het hoofd stop zei. En ik kon gewoon niet meer nadenken. Ik kon bijna mijn eigen naam niet meer zeggen. Dat is een heel raar gevoel. Om gewoon niks meer te kunnen coördineren. Gewoon niet meer weten waar dat je staat. Van, waar is die ontbijtzaal? Van, ik weet het echt niet meer. Zo, echt, jongens, help mij. En ja, gewoon gecrashed. Heb je de reacties van de fans gelezen op Facebook? Nee. Om eerlijk te zijn, nog niet. Heb ik nog geen tijd voor gehad. Ik had vandaag ook 2 optredens. En ja, ik vertrek vanavond laat weer al. Dus, maar morgen heb ik tijd genoeg om alles op mijn gemak door te nemen. Ik heb wel heel veel berichtjes gekregen van mensen die mijn hart op de riem steken. En dat ook van collega's. Dat is echt een fantastisch gevoel. Laura, ga je de lat hoog leggen deze week? Ik leg altijd, denk ik, de lat heel hoog. Heel sorry, hoog. Christophe. Maar dat gaat volgende week alleen maar hoger gaan. En ik weet dat hij daar keihard voor gaat. Dus ik ga hem weer pushen en ik ga weer die pusher zijn. Ja, sorry. Maar volgende week mogen. Ja. Ja. Tot slot, een beetje geschrokken van de uitslag vandaag. Anne is weg. Had ik niet zien aankomen. Om eerlijk te zijn, we zaten zo tussen onze tanden een beetje tegen elkaar te praten van wie gaat het zijn? En Laura heeft altijd gezegd wij. Want ik wist niet wie er naar huis zou moeten gaan. En ik zou het echt aanvaard hebben, moesten wij naar huis gemoeten hebben. Maar dat willen we niet. Maar we willen het niet. En maar ik vind het echt erg voor Jan, voor Anne, omdat ze haar een droom nu niet verder kan waarmaken. En ik zit zo met haar in.